De laatste wedstrijd van FC Groningen tegen Go Ahead Eagles slaagde Brian Linssen er niet in te scoren. Maar met 8 doelpunten in de laatste 9 duels maakt Linssen wel zijn beste periode in het shirt van FC Groningen mee. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is zeker waar. Al helemaal qua goals. Ik heb wel een aantal goede wedstrijden gespeeld, maar niet gescoord. Dus dan valt er de spits zijn ook niet op. En nu speel ik naar behoren en score ik. Dus ik denk dat dit mijn beste periode is. Ja, waarom vallen de doelpunten nu wel? Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Als je dat altijd weet, dan zorg je ervoor dat het hele seizoen lukt. Alleen op een gegeven moment dan heb je net de feeling dat je altijd op de goede plek staat. En denk je niet na en dan gaat het vanzelf. En, ik denk dat we nu ook het type spelletje spelen waar ik goed in ben. Waar ik zelf het voortouw heb in het druk zetten en wanneer we niet druk zetten. Bepaal jij dat, wanneer dat moment? Vaak zie je mij als eerste gaan richting de keeper of richting de centrale verdediger. Wel met mijn mond samen. Dat gaat goed, waardoor ik vaak ook bij balverovering daar of op middenveld al gelijk op de goede plek sta voorin. Waardoor dat niet zoveel kracht kost. Dan heb ik veel power over richting de goal toe. Dan ben ik wel een killer en dan kan ik makkelijk scoren. Dat geldt ook voor collega-spits Mimoun Mahi. Hij maakte in de laatste 4 wedstrijden 6 doelpunten. Ik denk dat we elkaar heel goed aanvoelen. We zijn 2 verschillende type spitsen op het moment. Dus ja, dat vult elkaar ontzettend goed aan en dat gaat goed. We scoren allebei. Hij had voordat ik begon te scoren, had hij er al een aantal in liggen. Maar sinds dat ik ben gescoord, denk ik dat we met z'n tweeën gewoon gelijk oplopen en dat we het gewoon super goed doen. In dit systeem zoals we nu spelen is dit de ideale positie voor mij. Ik ben heel sterk in het druk zetten naar voren toe en het de kaart trekken op dat moment. Ik ben minder sterk in het verdedigende gedeelte als buitenspeler om iedere keer weer terug te lopen achter je bek aan. Ik ben meer het... In een team wat echt naar voren druk zet, dan ben ik heel sterk. Maar als je gaat inzakken, dan ben ik minder. Ik ben wel een speler die ook wel een stuk creativiteit heeft. Die dingen uit niks kan doen. Die van niks wel iets kan maken. Onvoorspelbaarheid heb ik heel erg. Dat heb je nodig in een vrije rol. Want als je computergestuurd gaat spelen, dan heb je dat niet. Dan wordt dat moeilijker. Je hebt de jongens die daar goed in zijn. Ik ben daar minder goed in. Ik heb gewoon echt die vrije rol nodig. Iets wat ik zelf kan bepalen. Waar ik niet bij na of denk waar ik gewoon kan gaan. Linssen is met FC Groningen nog volop in de race voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. Met een puntachterstand op nummer 9 Heracles Almelo moet de zondag thuis dan wel gewonnen worden van PSV. Nou, wij gaan er volop klappen. Wij moeten winnen om in de race te blijven voor de play-offs. Misschien kunnen we al een hele grote stap naar de play-offs doen als Heracles punten laat liggen en wij pakken punten. PSV ze hebben nog kans om de tweede plek te halen, maar dat wordt heel erg lastig. Maar wij zitten voor ons mijn ding op en dat is voor de overwinning gaan. En daar gaan wij naar spelen ook. En dan als PSV geen goede dag heeft, dan gaan we ze pakken. En mochten ze een goede dag hebben, dan wordt het een hele mooie strijd.